Ben jij op zoek naar FIFA Ultimate Team Coins? Ga dan naar golda.com en gebruik de code TRIP voor nog eens 5% korting. Link staat in de beschrijving. Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 17 Ajax Career Mode. Tijdje geleden dat de Ajax is geweest, dat komt omdat ik het gewoon druk had met school. Ik ben maar gewoon gaan uploaden wat ik had. En daar zat niet veel Ajax tussen. Niet eens dagelijks FIFA. Maar ja, soms heb ik gewoon die momenten. Het was echt druk. Ik ga maar geen details geven, want dat boeit jullie toch allemaal niet. Nu gaan we door. En we zullen vooral gaan onderhandelen. Want het begin van het seizoen nadert. Maar die wedstrijden die krijgen een eigen aflevering. De start van het seizoen. Dus we gaan vooral handelen. Ik zal even mijn verlanglijstje laten zien. Ik heb wat spelers uit de reacties gehad. Oké, zoveel hak ik er ook weer niet. Goed, een aantal ga ik helemaal niet aan. Ik heb Florentin Pogba, oftewel de broer van Paul, heb ik erop gezet. De verdediger. Waarom? Zijn algemeen heb ik opgezocht. Die zit iets van 76 of 78. Ik weet niet eens meer precies. Iets in die richting. Ik denk eerder 76. Is al wel 26. Hij is ook niet echt een aankoop van, oh, die kunnen we doorverkopen met winst. Maar het is wel een speler die we gewoon direct neer kunnen zetten. En bedoel ik niet basis, maar echt bankzitter en invalbeurten. Het is gewoon een speler die zeker wel van waarde kan zijn voor ons. En hij heeft gewoon zijn achternaam mee. Hey, marketing, moet je ook aan denken. Mooi toch? Jan Vertonghen is een hele verre gooi. Die staat erop. Gaan we ook niet 1, 2, 3 halen. Gaan we eerder voor Pogba. Maar hey, Jan Vertonghen, het is Vertonghen, weet je. Daar heeft denk ik geen uitleg nodig waarom ik hem zou willen. Nigel de Jong staat erbij. Want we gaan Bazour en Gudelje allebei verkopen. Bazour, zijn bot van PSG, is wel teruggetrokken op het einde van de vorige aflevering. Dus daar moeten we even een nieuw bot op inkrijgen. En Gudelje wil ik ook wegdoen. In principe, iedereen zegt, zet Schöne daar neer. Maar Schöne wil ik denk ik als backup achter Traoré of afwisselen met Traoré op rechtsbuiten. En Nigel de Jong is dan toch wel iemand die we direct kunnen zetten op de plek van Bazour. Verdedigend middenvelder. Heeft zijn kracht, heeft zijn body, weet je. Kunnen we alsnog wel wat plezier aan hebben. Nou, Mbolo stond er al op. Promes, Zaha ook. Tielemans heb ik erbij opgezet. Misschien kan ik een rol doen. Bazour voor Tielemans. Het zou ook leuk zijn. Van der Vaart. Nou, eens ga ik even uitleggen. Wordt niet opgenoemd of zo. Puur wissel. Puur echt het wisselteam waarschijnlijk waarvoor die zou komen. Hij zou denk ik nog niet eens op de bank komen, maar hij is goedkoop. Oud Ajax ziet, iedereen toen hij de optie had om te kopen, maar hij koos voor het geld in Spanje. Weet je, zo'n beetje alle supporters van Ajax zijn hem daarna een beetje een soort van wezen uitkotsen. Want hij is niet meer welkom en dat soort dingen. Maar ik heb zoiets in FIFA, om mijn bank te versterken, mag die van mij nog best langskomen. Want we hebben al toekomstige middenvelders zat, met Nouri, Van der Beek. De jeugdspeler die we hebben. En Klaas is nog redelijk jong. Ja, je kan hem niet oud noemen. Dus ja. Draxler stond erop, maar die is ook veel te doen. Mastour heb ik erbij opgezet. Mochten we toch wat toekomstige aankoopjes nodig hebben, is Mastour wel een leuke. Deze vent staat alleen. Maar hij werd wel opgenoemd. Maar het is, weet je, ik heb hem erop gezet, maar ik ga hem niet halen. We hebben genoeg spitsen met Huntelaar, Dolberg en Cachera. Dus we hebben hem niet nodig. Het zal leuk zijn, maar nee, niet nodig. Eerst gaan we wel spelers verkopen voordat we ook maar iets gaan aantrekken. Dus we gaan eerst gewoon even doorsimuleren en hopen, kijken dat er wat binnenkomt. Tot nu toe is dat echt helemaal niks. Dat is verrassend. Ik had op zijn minst wel iets verwacht. Maar goed, want die disc kan nog komen. Nou, ga ik hier even gewoon. Nou, er is echt niks binnengekomen. Ik leeg dan even deze mailbox maar. Want ja, we hebben toch wel die ruimte nodig. Hup. Er zijn geen onderhandelingen meer bezig. Kan ik je gewoon uit mijn hoofd al vertellen. Dat heb ik nagecheckt. Voordat ik deze opname begon. Dus. Nou. We hebben hier een trainingssessie. Ik laat de training even staan zoals het is. Ik wil eigenlijk nog Tierney trainen. En even kijken. Er zijn nog wel meer spelers die ik zou willen trainen. Maar ja, het moet maar eventjes zo. Kan ik ook niet helpen. Jeugdspelers die ik zou willen trainen. Maar goed, er is gewoon geen ruimte voor op het moment. Nou, kijk. Nou krijgen we iets binnen. Gudelje. De man die te koop staat.
Ik wil toch wel eigenlijk zijn waarde eruit zien te halen. Dat gaan we proberen. We gaan zelfs iets erboven proberen. 12,5. Je krijgt meestal toch altijd weer een ander bod terug. Eigenlijk is 8,5. Ajax mag blij zijn als ze dat in het echt nog gaan ontvangen. Voor Gudelje. Maar goed. Ik ben een man van handelen. We hebben hier een maandelijks verslag van het jeugdteam. Even kijken of dit... Een 2 ga ik in de gaten houden. Als ze onder die 85 potentieel komen, dan kunnen ze naar huis toe. Dus wat dat betreft. Dan komt er al een wedstrijdje aan tegen NEC. Maar ja, dat gaat dus niet deze aflevering gebeuren. Want vanwege de onderhandelingen en alles. Kijk. 10 miljoen. Hij heeft gewoon een waarde van 14 miljoen. Oké. Okay. Had ik niet eens door, joh. Maar goed, 10 miljoen. Prima voor Gudelje. Prima. Kunnen we het hebben? Bazoer wil meer salaris. Meen je die? Ik wil uit jou uit mijn team. Hij kan wel meer, hij kan wel meer salaris willen, maar dat komt even slecht uit. Dan zit ik te denken, als Bazoer niet verkocht wordt, de rol te gaan doen naar Tielemans. Kijken of dat werkt. En ik denk dat ik dat gewoon ga proberen. Ik weet niet of het gaat werken, maar ik ga wel denk ik een straw polletje daarvoor doen. In de beschrijving mochten ze akkoord gaan. Dus dan gaan we naar de verlanglijst. Gaan we Tielemans. Ja, maar Tielemans hebben we hem nodig. In principe kan hij er best bij. Want Klaassen en Ziyech gaan beide een keer weg. Die zitten mid 20, zeg maar midden in de 20's. En dan hebben we Nouri. Die komt dan sowieso op de plek van Ziyech. En Van de Beek zal op de plek van Klaassen kunnen. Dus wat dat betreft, Tielemans op de plek van Bazoer. En we hebben weer een gloednieuw jong middenveld. Het is... Ik denk dat dat wel een strak plan is. Eerlijk gezegd. Dus we gaan gewoon een rol doen. Met Bazoer. Huppakee. Voor Tielemans. En ik ga gewoon vragen wat jullie daarvan vinden. Is dat een deal die ik moet proberen te doen? Is dat iets wat ik echt moet gaan proberen, ja of nee? Ik weet niet of ze akkoord gaan. Zo op eerste aanzicht. Krijgen we al een bericht terug voordat we het seizoen gaan beginnen? Het is Dolberg voor de volgende wedstrijd. En hij staat bij de wisselspelers. Dat klopt, Dolberg. Je staat bij de wisselspelers. Nou, dat waren de onderhandelingen dan voor nu. Ik wil deze wedstrijd gewoon zijn eigen aflevering geven. Want als ik nou nog een wedstrijd ga starten, we zijn al 7 minuten bezig. Het wordt een beetje een lange video dan. Dus dat gaan we maar niet doen. Dit waren onderhandelingen voor nu. Gudelje gaat er dus vandoor. Als het mee zit. Natuurlijk kan er nog iets voorkomen dat het toch wordt geweigerd. Maar hij gaat dus weg. En laat dus achter in de reacties. En ik zal een straw poll zetten. Bazoer ruilen voor Tielemans. Vinden jullie dat een goed plan of niet? Laat het weten in de reacties. Ik bedank jullie hierbij voor het kijken en voor al jullie support. Volgende aflevering gaan we dus de competitie starten. Dus ja, ik heb er weer zin in. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. We gaan kijken hoe het loopt. Nogmaals, bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. Tot de volgende keer. Laters.